Hey, wat te gek dat je weer de tijd neemt om te kijken of te luisteren naar een nieuwe aflevering van Sneakerjagers On Air, de podcast. Dat doe je via YouTube, iTunes of Spotify. En nu je hier toch zit, vergeet je niet te abonneren, want dan blijf je altijd up-to-date en dan krijg je de nieuwe afleveringen meteen binnen. En dan zie je ons iedere keer weer op je scherm verschijnen of door je oordopjes. Want ik zeg altijd maar zo, onkruid vergaat niet. Dus ik kijk nu al uit naar de volgende aflevering. Dat gezegd hebbende, mijn naam is Valerio Zeno. Nonski is ook weer van de partij. Yes, en eigenlijk naar aanleiding van de vorige aflevering heb ik deze aflevering speciaal aangetrokken. Red Wings. Ah, nice. Maar, ja, ik moet wel echt even kijken hoe dit model heet. Want het is een hele ingewikkelde nummering daar. Wat ik draag op dit moment de 875 6-inch Classic Mokto Oro Legacy. Je weet wel dat het geen sneakers zijn, hè? Ja. Okay, nee, maar de wereld is groter dan dat. En dat vind ik ook zo leuk aan deze podcast. Dat is dat zeker we zo. Brengen vaak mensen aan tafel uit de sneakerwereld. Mensen die er misschien in eerste instantie niet zoveel mee hebben. En ik vind het leuk om die werelden te combineren. Want dan kan je goed relativeren. Want wij zitten er soms zo ingezogen dat je van een ander hoort. Wat zijn jullie eigenlijk voor Eppo's? Zeker weten. En het is soms even goed om te horen. Ja, ik denk dat het heel goed is te horen. Weet je. Ik denk dat gewoon de term sneakers is. Ja, wat zijn sneakers? Mensen zeggen, ja, maar de sneakercultuur. Maar wat is de cultuur? Ik bedoel, een gabber vindt dat hij ermee moet dansen. Bijvoorbeeld Tommy die zegt, ik ben het aan hiphop gerelateerd. Piet Philly zegt, het is jazz. En ik zeg gewoon, het is gewoon lekker zwart. Wat is dan de cultuur? Ik denk dat het gewoon voor iedereen is op zijn eigen beleving, op eigen manier. Zo is dat. En als we hier misschien mensen aan tafel hebben die in eerste instantie niet helemaal hoog tot de boot of een sneaker zijn, dan worden ze dat misschien wel stukje bij beetje door onze gesprekken. Ik denk het ook. En het is sowieso een kruisbestuiving, want we hadden het vorige keer dan over die New Balance, die een samenwerking hebben met Red Wing. Yes. Ja, en heb ik Red Wings aan, het zijn geen sneakers, maar de werelden komen samen. Heal the world. Zou Michael Jackson zeggen. Giant leap down, man. Okay, fair enough. Dat geeft helemaal niks. We're doing the Lord's work, you guys. Je ziet ze aan tafel zitten, wellicht hoor je ze al. We hebben aan de ene kant niemand minder dan Piet Philly. Hallo. Leuk dat je er bent. Leuk om er te zijn. Wil ik meteen van je weten, welke schoenen draag je? Ja, ik heb deze man. Alleen, ja, jullie weten beter hoe die heet. Deze joints. Staat erop de high-tech shadow. Ja, dit zijn die high-techs die Hypebeast ook aan het pompen was. Ik wilde eigenlijk een andere. Je had zeg maar een beige met een oranje streep, die vond ik nice, maar... Voor de mensen die zitten te luisteren, omschrijf ze eens. Oh ja, oké, dus het zijn high-techs. Ik vind high-techs lekker wandelen. Ik vind eigenlijk ook Essex en New Balance ook wel lekker wandelen. Weet je wel, sommige Nike's. Maar ik vind deze zool best wel echt lekker wandelen. Ja, high-techs. Het zijn donkergrijze high-techs met een paarse lijn. Het is een soort van special. En high-tech is van origine een wandelschoen, toch? Of niet? Voor mij was het van origine een runschoen. Oh, echt? Ja. Ik dacht echt wandelen in de natuur en zo. Nee, ze hadden allebei. Ja, ze hadden een outdoor collectie en ze hadden ook een running collectie. Een running collectie, ja. Nou, nu al goed dat je er bent. Tommy Trigger aan de andere kant. Ik ken het, als ik nog iets bij, ik ken het heel erg van Scapino. Ik ken het ook van Scapino. Nou, Scapino is ook al een keer hier gesproken. Ik vind het wel grappig, want die zool, die hebben ze ook apart, die verkopen ze aan verschillende merken. Maar ik begrijp dat, misschien kunnen jullie me dat uitleggen. Ik begrijp nu waarom zij dat doen. Als ik zeg maar een supergoeie, weet ik veel, drumloop maak en produceer, zeg ik daarna toch niet van, oh, iedereen pakt deze drumloop om je eigen songs te maken. Ja, en toch gek genoeg gebeurt dat. Want dan maakt bijvoorbeeld Nicky Romero een of andere kick. En die kan je dan kopen. Op een splice. Ja, oké, dat snap ik wel. Maar zeg maar, bij de high-tech zijn volgens mij die zool is super high-tech, right? Ja. Dus waarom zou je zeggen, oh, en deze papjes hier zo links, die passen we ook gewoon deze zool. Snap je? Als je het zo... Want ik heb het echt op zo'n lelijke schoenen gezien, man. Ik dacht, oh man, dat is... Ja, maar het is hetzelfde als die Air Force Soul. Die zit ook onder heel veel schoenen. Als je goed kijkt, dan is het bijna altijd wel, vooral in het begin, zag je dat heel veel schoenen gewoon de Air Force Soul hadden. En voor mij noemen ze dat de Cup Soul. Ik ben niet zo'n solo-expert. En ik weet ook gewoon, mijn collega van Lijp dan Nick, die was daar heel erg mee bezig. Voor mij is dat ook het duurste gedeelte bijna om te maken van een schoen. De soul zelf. Al de sample en dergelijke. En daarom zag je ook bijvoorbeeld, ik mag het niet het merk noemen, maar het Amsterdamse merk met die pieces. Die had ook in het begin de hele tijd... Ja, zeg het dan gewoon, man. Weet je, Feeling Pieces. Die had ook in het begin dezelfde zool. Die zijn nu ook met hele andere zolen. Maar dat vind ik echt leuk aan Feeling Pieces. Want ze hebben echt een tijd lang een standaard zool gebruikt. Ja. En je ziet dat ze nu echt die zool gaan ontwikkelen. En dat daar allerlei vormen bij komen. Ja, maar dus om daarop terug te komen. En op een moment kwam Mason Garment en dat. Al die dingen. En als je gewoon eerlijk gezegd, ik keek naar die zool en het leek bijna allemaal hetzelfde.
hetzelfde. En misschien, ja, wat ik dan gewoon denk in zo'n fabriek, een klein stukje plastic hoger, lager. Maar als je uiteindelijk gewoon goed kijkt, is het allemaal dezelfde sol. Dus, en ik denk dat die gast die die solen verkoopt, die lacht het hardst. Ja, oké, okay, fair enough. Maar voor mij heeft het bijvoorbeeld de high-techs een klein beetje aangetast. Snap je, bro? Het is als toch... Dat ja, het iemand... voelt een beetje tweedehandserig of zo. Ja, en het is gewoon van, wat ben je nou met mijn meisje aan het flirten? Weet je? Ja. Wij gingen altijd naar deze club, wat ben je in die club aan het dansen? Ja. Het is raar. Maar misschien is mijn contact met een soort van merk of met een movement of een beeld of een flavor... Dan doe ik wat fans gewoon altijd doen. En dan is het van mij. En dan als ze dan iets mee doen waar ik niet mee eens ben. Dus misschien word ik aan het einde van dit gewoon echt een proper sneakerhead. Omdat dat is een beetje wat dat is, zeg maar. Ja. Mijn dame is echt een welbekende sneakerhead ook. En, of in ieder geval ex. Ze is recovering. Ik zat even te denken. Ik denk, ex-recovering? Ik dacht, heb je er in elkaar geslagen? Nee. Ik bedoel, ze verzamelen sneakers. En toen heeft ze op een bepaald punt gezegd, oké, ik heb een probleem. En nu is ze een soort van recovered sneaker addict. Dus ze heeft nog steeds die liefde. En maar ze is iets rustiger ermee dan voordat wij elkaar leren kennen. Dus via haar krijg ik wat meer te zien van die dingen. Maar het is best wel... Het is een lijn. Ik denk dat jij haar een beetje hebt leren afkicken. Want ik ken haar goed. En zij hield echt van sneakers. Ook. Ja, ze zat erin. En schoppen, als wij komen bij een sneaker... Sowieso ben ik dan de plus één. Snap je? Het is niet, oh, je vindt me een chick. Het is gewoon van, wow, Simon. Ik zag haar net in mijn ooghoek binnenkomen. En zat wel een Jordan 1 vrij recente release aan. Ja, settend. Ja, dus in hoeverre is ze gerecoverd? Nou ja, ze is kind of weer back on the horse. Haar werk gaat goed, ze doet veel leuke klussen, dus ze denkt, oké, let me stunt on these motherfuckers. En ja, ik kan er niet, ik neem me niet kwalijk. Ik vind het vet. Zij is de battle rapper geworden van ons twee. En nu ben ik soort van the sane one. Dat is echt heel hilarisch. In ieder geval niet op alle vlakken, maar in ieder geval wel qua dit soort dingen. Ik denk toch het beste advies is, geef je eraan over, laat het maar gebeuren. Juist. Dat denk en ik je wel. Kan er volgens mij ook nooit uitstappen. Elke keer, ik heb het wel eens mensen over, ja, dan hoor ik wel eens van mijn leeftijd mensen die zeggen van, ja, ik kap ermee. Ik wil het niet meer. Maar je gaat altijd met diezelfde mindset, je hebt altijd schoenen nodig, en je gaat altijd met diezelfde mindset, ga je gewoon schoenen kopen. Ja, maar ook op die level dat, want er zijn gewoon levels, zeg maar. En ik heb het altijd als een outsider bekeken, want ik kom van skateboarden, dus ik kocht nieuwe DC's of Duffs of whatever, en ik ging ze gelijk op het skateboard gewoon rachen. Dus ik had altijd zoiets van, ja, dit gaat gewoon weg. Terwijl, dus ik kan me herinneren dat de eerste keer dat ik iemand zo zag, zo helemaal met de brush en met de... Hoe heet dat? De clean maken? Hoe heet het schoonmaken? Jason Mark. Jason Mark. En zo helemaal zo into it. Ik dacht, maar deze dingen worden toch gewoon voor een paar euro gemaakt in Azië? What are we doing here? Zeg maar, dat is... ik denk dan dat is leuk. Dat vind ik ook wel echt het leuke aan dat je schoenen verzamelt. Omdat het eigenlijk qua kleding het domste object is. Omdat het zo dicht bij de grond is. Dus de kans dat het vuil wordt... Is het misschien het grootste, maar daarom is het juist zo de trofee om schoon te houden. Ja. Het is zo'n uitdaging, weet je wel. Ja, ik ben er echt slecht in, ik zeg het je eerlijk. Ik koop dan liever gewoon meerdere van dezelfde. Ik heb het ook nooit gedaan, hoor. Ja. En nu loop ik denk ik heel grote endorsements en zo mis, omdat ik nu zeg maar, ik gebruik het bijna nooit. Maar deed je dan niet veel cleaner? Nee, ik gebruik heel weinig cleaner, omdat zelfs dan denk ik, dan verneuk ik toch een beetje de stof en zo. Ja. Maar het is gewoon meer de uitdaging om ze überhaupt schoon te houden. Ja. Dus ja, ik heb echt wel dat ik rekening hou met het weer of dat ik uitga naar een festival zo. Ja. Er zijn een aantal. Mijn liefde en mijn respect voor Nederlandse makers, voor Nederlandse muzikanten, voor Nederlandse skaters en voor Nederlandse sneakerheads is super diep. Omdat het is gewoon. We zitten letterlijk in de put. We zitten 7 meter onder zeeniveau hier. Gewoon met never ending soort van herfst plus of herfst min. Dat zijn onze opties. In die setting proberen heel flips te landen. In die setting proberen je sneakers. De dedication is vele malen hoger dan als je in Cali woont. Zeker. Dus ik merk ook dat als ik met Amerikaanse artiesten of Amerikaanse andere soort collega's uit Amerika babbel, dan maak ik er altijd een punt van te represent dat gedeelte van dat soort dingen hier vereisen veel meer. Het vereist veel meer liefde om je sneakers impeccable te houden. Hier. Wat gewoon altijd een soort van... Het regen. Oh, gaat het regenen? Ja, en ook nog eens in vergelijking hebben wij natuurlijk ook... qua Azië en Amerika weinig toffe releases in Europa. Ja, maar... Dus het is ook moeilijker om eraan te komen. Ik wil nog even op zijn dingen zeggen. Ik zou toch liever
mijn schoenen hier hebben dan in Azië. Ik heb vrienden van mij, die zijn dan terug naar Azië gaan, terug naar hun Modeland. En die doen dan hun kast open. Alles valt uit elkaar. En dan zitten echt dikke collecties bij. Maar moet als in door de temperatuur door te warm. Door de temperatuur en door de vochtigheid. Hetzelfde als in Suriname en dat soort plekken. Gewoon, het is gewoon te vochtig. Hoor. Dus dat is het probleem. Hier. Ik ben op Aruba geboren, toch? Dus ik denk... Dus dat. Ik denk, ah, daar is het gewoon 30 graden met een breeze. Dat is de shit. En of Californië, dat soort plekken. Ja, maar het ziet er makkelijk uit. Ik ja. vind onze heritage ook mooi. Ook gewoon puur hip-hop kijkt of naar skate. En weet je wel, non toevallig met lijp, woei, lifestyle... Dat soort dingen, Pata, Fred Klik. Ja, we krijgen ja, we hebben gewoon echt alleen veel dingen. Ja. Ja, waar zat de laatste hebben dingen? Nog gehad ja, in Amsterdam. Echt veel, 8 was er ook nog. Ja. Dat was veel. We vergeten niet, hoe heet die andere jongens? Wauw, ik vergeet een belangrijke ook. Met kleding. Zat in het zuiden. En zijn nu best groot. Wow. Kan je het een beetje beschrijven? Ja, ze hadden best wel gewoon... Zij gingen al wat fashionballer. Waar zat er nog op gedrukte t-shirts in die tijd allemaal... Hun waren al wat fashionballen. Hoe heette die daar nog maar weer? Ja, komen we zo meteen wel op. Met kleding, hoe heet ze nou? Ontour. Oh, Ontour ja. was er ja, al lang. Ontour ja, ja, ja. was er. Ja, ja. 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 Ja, we hebben best wel veel. Ja, we kijken naar Daily Paper. Dat is natuurlijk echt ook huge filling voor. Pieces. Filling pieces. Hoe heet die? Ja. Olaf Hoesijn. Ja. Nou, kunnen we zo voordat doorgaan. Voordat we nu verzanden in het noemen van al deze dingen. Ik moet natuurlijk nog echt even een paar dingen duidelijk maken. Want Tommy Trigger. Jij bent onze tweede gast van vandaag. Wat voor schoen heb je aan? Ik heb vandaag A Few Beams, de Coys aan, deel 2. Prachtig, en, man, prachtig. Ja, ja prachtig. Een hele zeggen. Mooie Essex. Shape is wel minder. Wat was dacht, er anders dan? Nou ja, je hoorde toen echt die... want ik ben wel iemand die heel breed is qua smaken van merken. Maar je hebt ook heads die gewoon echt in de specialisme gaan. En je had toen... op een gegeven moment had je al die Essex heads. Die kwamen toen met dat de nieuwe, zeg maar, nieuwe productie van de Essex GLI 3, wat dit is, het model, een hele andere shape had. En eerst als anders dacht ik van... boeien? Ja, hebben jullie het over? Ik zie het niet, maar ze hadden wel gelijk. En die shape is gewoon echt wel minder maar dan waar zit oh, maar dat is echt jammer. Ja, gewoon in de... er zit er gewoon een... er zit een beetje een banana shape in. Net zoals, weet je, die Air Max die je voor, zeg maar, 2016 had. Die had dat ook een beetje. En dat hebben deze dus ook. Ja. Maar dat is al niet te min, gruwelijke schoen. Maar ja, hoe ben je eraan gekomen? Nou, dat was eigenlijk een mazzeltje. Ik heb eigenlijk best wel vaak mazzeltjes. En, maar komen die mazzeltjes door je connecties? Of, Ja, eigenlijk connecties. En dit was eigenlijk iemand die connected was met A Few. En die kon een schoen krijgen. En, maar hij wilde hem zelf niet. En die zei van, wil jij hem hebben? En toen kon ik hem gewoon voor retail. En ik heb ook de special box en alles erbij. Was dat een houten doos? Als een houten doos, ja. Vet, man. En dus dat was een gelukje. En ja, ook gewoon een kwestie van gunnen natuurlijk. Het is natuurlijk niet altijd een mazzeltje. Het is ook gewoon als je iemand mensen dingen gunt. Ja. En dat is iets wat over en weer gaat. En ja, dat heb ik wel al een paar keer mogen ervaren. En als je geen hoek op hebt om een schoen te regelen, hoe kom je er dan gebruikelijk aan? Nou ja, ik ben niet iemand die heel snel heel veel moeite doet voor releases. Want dan haak ik vrij snel af. Ik wil wel moeite doen, maar niet in de zin van... dat ik 2 of 3 dagen ga campen voor een winkel. Zelfs niet een paar uur. Of, heel veel resale ga betalen of zo op de tweede markt. Daar ben ik ook niet zo van. Het moet voor mij wel leuk blijven. En dat vind ik altijd een minder leuk aspect aan sneakers. Ook non zal het kunnen beamen, denk ik. En dat is ook een beetje het contrast met naar vroeger. Vroeger had je niet... het gegeven moeite was er niet echt... En wat voor manier niet? Nou ja, als je iets tof vond, dan ja, dan het kocht wel je dat gewoon. Kopen, dan ging ik, omdat het nu natuurlijk ook anders gemarket wordt naar de doelgroep toe. Zoals collabs. Ik heb nog een tijd meegemaakt dat collab was er niet. Als je over collab praat, ja, begin 2000. Toen begon echt dat cultuurtje ontstaan van. Gelimiteerde sneakers en ja, toen kreeg het ook meer een fashion aspect in de zin van ook door de corporate wereld, weet je, dat het opgenomen werd als zijnde fashion item. En dus aan de ene kant heb ik wel schoenen die ik heel tof vind en daar wil ik best wel moeite mee doen, maar er zit wel een bij mij is de grens wel heel erg vrij snel eigenlijk al, dat ik zoiets heb van, dan haak ik gewoon af. Ja. Dan vind ik het niet meer leuk. Wat zijn dan plekken waar je toch even gaat kijken of ze het nog hebben? Nou ja, gewoon dan ga ik wel gewoon het netwerk zoeken. En dan ga ik kijken van, hey, kun je wat regelen? Hoeveel paardjes zijn er? Heb ik een kans? Of ja,
En soms krijg je ook gewoon een hoek op, weet je wel. Dan, net zoals wat ik net zei, iemand die dan mogelijkheid hebt om een paardje te krijgen. En dan, ja, dan maak ik daar natuurlijk gebruik van. Maar en wat is dan een sneaker waar je onlangs nog relatief veel moeite voor hebt moeten doen, voor jou doen? Die Ivory Snake Air Force One. Hoe ziet die eruit? Gewoon een witte Air Force One met een Lenny swooshjes. Ja, oh, ja. Dat is de eerste. Dat is een retro, een OG retro. En in eerste instantie, ik had hem toen gezien voor release, had ik hem in hand. Toen vond ik hem. Ik ben heel erg van materialen. En vooral met Air Force One, als ik een schoen van leer is, of van leer hoort te zijn, en vaak is het toch synthetisch. En vooral met Air Force Ones, ik vind gewoon leer gewoon heel belangrijk. En het is gewoon tegenwoordig heel vaak gewoon karton. En hier zat ik heel erg te twijfelen bij deze schoen. En naarmate de tijd vorderde en hoe meer ik zag, begon het te jeuken. En toen moest ik hem dus na release zien te krijgen. En ja, die schoen ging gewoon heel snel. En uiteindelijk heb ik hem toch nog via uit Duitsland, via een store, omdat ik daar ook nog iemand kende. En kon ik hem daar nog te pakken krijgen. In welke winkel was dat? Asphalt Gold. Oh ja. Dus ja. En zo is dat gegaan. En dat is eigenlijk. Maar vaak heb ik. Het is eigenlijk meer dat ik dan slaap op releases, om het zo maar te noemen. En dat ik dan denk: oh shit, had ik een beetje. Vergeten. Ja, vergeten of op geslapen had ik hem nog maar gepakt. Maar dan kop ik zoveel uit. En dan. Weet je, je kunt niet alles kopen. En dan blijven er wel eens dingen op de plank liggen. En naar achteraf heb je spijt van. Dan denk je van: hey, ik moet hem toch hebben, weet je. En dat heb ik toch wel vaak. Hoe is het voor jou eigenlijk allemaal begonnen? En hoe lang geleden? Nou, ik denk begin jaren 90. En dat was eigenlijk de overgang. Hoe oud ben je nu? Ik ben 41. Kijk even naar de andere kant. Volgend jaar, hè, word je 40. Ik ben volgend jaar 40. Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Ga verder. Ja. Nou ja, het was eigenlijk de overgang, denk ik, van middelbare school naar van basisschool naar middelbare school. Dat je dan kom je op een gegeven moment in toch een andere mindset. Dan gaat het. De spelen eraf, de G.I. Joe, die gaan naar de hoek. En dan, zonde. Ja, zonde, ja. En dan ga je toch wat meer bewust zijn van hoe, ja, kleding en dat soort dingen. En je ontwikkelt de muzieksmaak. En ik had dat natuurlijk heel vroeg al met hip-hop. En dan heb je toch al in dat loopt heel erg parallel met sneakers. En tenminste voor mij. En ja, daar is dat ontstaan. En toen, ik kan me nog herinneren dat ik met mijn moeder ging shoppen voor middelbare school. En dan kom je voor de eerste keer in die spot. Kom ik in een sportzaak. En toen zag ik. De 90 jaar waren natuurlijk heel erg vibrant qua kleuren en zo. Ja, en dat was gewoon magisch. Dan kom ik daar en ik ken nog. Ik heb heel erg veel. Mijn roots liggen heel erg. Begint heel erg met Agassi. Die challenge kortlijnen en tech challenge, dat was echt wel voor mij. Die hebben dezelfde zool als een Yeezy, hè? Als ik klopt, me niet vergis, ja. De tech challenge 2 heeft dezelfde zool als de. Echt een hele mooie zool. Ja. Als ik ooit een Nike zou mogen maken, denk ik dat ik die zool als basis gebruik. Ja. Ja, dat was ook een. Moet ik eerlijk zeggen, ik ben niet heel erg groot een Yeezy fan, maar ik heb denk ik meer met de Nike Yeezy dan met de Adidas Yeezy. Ja, ik ook sowieso. Ja. En ja, en dat was eigenlijk het begin. En daar de Huaraches. En ik heb gewoon heel veel OG-schoenen. Waar nu gewoon al heel veel retro's van uit zijn gekomen. Heb ik gewoon als eerste meegemaakt, weet je wel. Een E180. Ik weet nog dat die 180 Force Pump uitkwam. Dat ding was gewoon 300, 400 gulden. Dat was gewoon. Als ik dat ding. Dat viel mijn mond gewoon op als ik dat zag. En ja, het is gewoon. Bij mij is het wel. Ik denk als je wat ouder bent, dat toch heel erg veel is. Gebaseerd is op nostalgie en een bepaalde gevoel naar vroeger. En ja, ook, weet je, ik heb gewoon bepaalde schoenen waar ik gewoon een bepaalde mens moet denken. Op bepaalde vrienden die je toen de tijd had, schooltijd, weet je wel. En terwijl ik nu meer schoenen kan kopen. En toen kon ik natuurlijk veel minder kopen, maar ik heb het, voor mijn gevoel, was het voor mij toen veel magischer of zo, op een of andere manier. Ja, en ik kon toen bijna niet zo onbereikbaar. Ja, was onbereikbaar. En ik had echt, als ik dan nu wel zo. Ik heb thuis ook wel veel vintage en zo. Als ik dan zo'n doos nog eens af en toe opentrek. Net een fotoalbum is dat voor mij. Dan krijg ik nog een beetje dat gevoel van. Dan ga je weer gewoon terug in de tijd. En hetzelfde met hip-hop, weet je wel. Dat heb ik dat ook. En het is gewoon.
soms kun je dat ook niet uitleggen. Soms vraag je wel, waarom, hoe kom je dan met sneakers? Hoe kan dat dan? Maar soms voelt het ook wel als in dat je gewoon ouder wordt. En zuurpruim is niet het juiste woord. Maar je zit wel eeuwig zo naar dat oude terug te kijken. Van, ja, toen was het beter. Ik weet niet. Ik voel hem wel hoor, ik voel hem echt. Ik heb het ook. Ik heb al vaak gezegd, ik ben een emotionele verzamelaar, noem ik mezelf al. Ik ook. En ik voel hem wel. Het lijkt gewoon wat hij zegt. Agassi, net als wat hij zegt, hij noemt juist alle schoenen die super felle kleuren hadden. En je weet, Agassi kwam met ik die velgen. Ik had die joints ook. Je snap toen ik bedoel? Toen ik 7 was ik de flyest. Ja. Ik had het hele outfit met dat broekje en die... En dat wielrennersdingetje. Maar sowieso met die hele outfit vernieuwd. Ja. Ja. Ik heb nooit een tennisracket, nooit een bal geslagen. Ik had gewoon die hele outfit. Ik niet, dan. Die vond band die, had ik zelfs. Ik vond dat broekje echt gay gewoon. Ja. Serieus. En ik heb niks tegen gays, hè, maar hij was echt straak en groot. Ja. Weet je. En was gewoon nog, ik was daar dan niet ready voor. Smaak? Dat was echt niet mijn smaak, weet je. Maar daarom, hè, als je vroeger zo liefhebber was en het was onbereikbaar... Je kan het nu makkelijker krijgen. Er is misschien wat minder magisch. Maar toch lijkt het me dan te gek wat je nu vandaag de dag doet. Want voor de mensen die jou niet kennen van de online wereld... Wat doe je in godsnaam? Ja, dat vind ik heel lastig. Dat vind ik misschien wel de lastigste vraag. En die vraag stel ik me heel vaak. Dan vraag ik mezelf van, wat doe je eigenlijk? En wat zeg je dan tegen jezelf? Ja, dat vind ik wel lastig, ja. Ik zeg, ik heb wel eens daar namen voor proberen te verzinnen wat ik doe. Ik ben gewoon... In essentie ben ik gewoon een liefhebber. En die daar van die liefhebberij heb ik gewoon af en toe die creatieve uiting. En dan schrijf ik iets, een stukje. Of dan post ik iets op Instagram met de bijbehorende caption erbij. Of dan ben ik op events. Of ja, ik weet niet. Maar er is niet echt een naam voor wat ik doe. En ja. Maar is dat niet dan gewoon influencer? Ja. Ik snap het. Jongen, je zag hem daar toch omheen mamboen. Hoe kunnen we die scotten? Ik zat bij Sneaken dus ook in het panel afgelopen jaar. En daar ging het daar dus ook over. Er hangt een beetje een negatieve lading aan influencer. Maar dat ligt toch puur aan jezelf? Ik praat nu even in de algemeenheid. Ik weet niet of ik dat zelf vind. Maar ik denk gewoon dat dat wel, over de gehele breedte, wel een bepaalde negatieve invulling aan is gegeven. Maar goed, bottom line. Door de dingen die je post, word je benaderd door merken. Ja, krijg je spullen. Ja. Dus in die zin ben ik wel een influencer, ja. Ik vind het niet een negatieve lading, weet je. Kijk, je hebt influencer en influencer. Als jij jezelf gaat verkopen en je gaat eerst een mooi verhaal afleggen dat je dit en dat bent en je verkoopt jezelf, dan vind ik dat je zelf een negatieve lading, ja, dat je erom vraagt, laat ik het zo zeggen. Ik heb het zelf ook niet, hoor. Ik heb ook zelf niet dat zo is, maar je schaadt je dan zeg maar in een grote groep van... Ik vind het dan moeilijk om daar gradaties aan te geven, weet je wel. Omdat je zwemt dan in een hele grote vijver met allemaal mensen die dat dan doen. Ja. En de ene heeft die heeft misschien wel een heel ander motief dan dat ik dat heb. En mijn motief is niet geld verdienen daarmee. Het komt voort uit liefhebberij. Ja, het komt voort uit kennis liefhebberij. Die je hebt over deze wereld. Ja. Oké, maar wat is er mis mee als je geld verdient met je liefhebberij? Nee, helemaal niet. Nee, maar ik begin dat wel. De intentie erachter. Mm-hmm. Ja. Ben je zeg maar die taart aan het maken om zoveel mogelijk taarten te verkopen? Of heb je zoiets van, wanneer deze icing helemaal is zoals ik hem hebben wil, heb of ik een of ben je gemaakt, heel Holland bakt? Ik gelukkig. Ja. Ik weet niet wat dat is. Ja, maar wat Piet zegt, dat is wel. Maar dan heb je nog een specialisme, dan doe je echt iets. Ja. Dat is bijna een soort van artform. Ja, maar het cureren van je passie. Kijk, als dat goed gebeurt, snap ik dat miljoenen volgers kan opleveren. Ja. Dus dat is... Ik snap het, maar vervelend aan influencer is dat het de term, denk ik, is dat het ook gekoppeld wordt aan mensen die... En dit geldt dus niet voor alle influencers, voordat ik allemaal boze DM's krijg en shit. Die meer functioneren als een doorgeefluik voor whatever er verkocht moet worden die maand. I don't care, maar ik krijg geld, dus ik ga er niet ik gebruik nu dit zelfje voor mijn reet. Ik doe nu dit op voor mijn... Ik draag dit soort truien. Ik gebruik nu deze supplementen voor mijn gym. Ontharen. Ja, dit is waar ik inderdaad mijn fucking oksels mee onthaar. Gebruik de code Valerio20 en je krijgt 20% korting. Ja. Maar, zou ik je wat grappig vertellen? Ik stoor me daar ook niet eens aan. Ik kijk er gewoon niet naar. Ja, maar het is dus een versnippering van reclame. Zeg maar, advertising... Vroeger waren er gigantische budgetten voor alleen tv en radio. Dat is nu aan het versnipperen over dit. En ik vind het heel interessant, want we leven nu in een tijd... dat mensen kijken naar content en eigenlijk zodra het er bijvoorbeeld flashy uitziet... weet iemand van 12, die weet...
Ah, ze zijn me iets aan het verkopen. Ja. En we zijn nu allemaal... Voor mij is het heel grappig. Ik ben een artiest en ik ben een professionele muzikant sinds 1998. I've been at it for a good minute. En de keuze van mij toen ik 18 was om te zeggen, weet je wat, ik maak mezelf een avatar of een boegbeeld of een vertegenwoordiging van iets en ik ga dat uitdragen. Je had artiesten, je had mensen die het deden, die kwamen dan op tv, maar daar was nog een scheiding erin. En nu dat het gedemocratiseerd is, zijn er allerlei mensen die dus... Dus voor iedereen is er een kans om wat ze willen delen, te delen. Maar omdat er dus ook geld in zit, gebeurt er hetzelfde mee wat er eigenlijk met alle vormen van cultuur gebeurt. Lare bullshit, klein beetje doopheid. Maar dat is altijd al zo geweest. Dus van alle muziek, tot aan Van Braams tot aan nu, kans is dat 90% van die shit super wack is. Maar die 10% is nog steeds meer dan dat wij in onze gedeelde levens bij elkaar aan leeftijd kunnen horen. Ja. Weet je wel? Maar laat jij je daar dan muzikaal gezien nog doorsturen, doordat je denkt van dit werkt beter of ik moet juist puristischer worden? Nou, ik heb best wel lang, zeg maar, ik ben heel recentelijk erachter gekomen dat ik echt, heb ik me echt gerealiseerd dat ik best wel lang last heb gehad van mijn succes. Dus wat er gebeurt met niet alleen succes, maar als je in beeld bent, en ik denk dat jij hier ook over kan spreken, er gebeurt op papa iets dat mensen zeggen, we hebben allemaal besloten wie je bent. We hebben die tune gehoord, we hebben die film gezien, we hebben je dit ding zien doen, we hebben dit artikel gelezen. And now we know who you are. En dat kan heel erg effect hebben over wat je denkt dat je nog in die keuken mag gaan koken voor mensen. En ik ben eigenlijk pas net met deze EP die ik overmorgen ga presenteren in de Melkweg. Eigenlijk voor het eerst waar ik was toen ik de Mindstate EP, mijn debuut EP, met Perk maakte, dat ik gewoon denk, I don't give a fuck wat iemand... Of, want als je het namelijk niet tof vindt, dan move on. Er worden geloof ik 70.000 singles per dag uitgebracht. Nou, sorry, hoe bedoel je? Je was voor de buitenwereld nog een onbeschreven blad. Dus je kon zelf nog heel erg neerzetten. Ja, en dat is. En het is gewoon heel gek. Want het feit dat iedereen zichzelf nu commodificeert, weet je wel, everybody is commodifying themselves. Van oké. Het is heel gek. Want dat had je altijd al in muziek en entertainment altijd al. Maar ik had er. Het heeft nu veel meer validiteit. Just to want to get on. Dan ooit tevoren. Terwijl vroeger, als je wilde ergens op staan, oké, maar wat kan je ook? Maar nu is marketing zo de taal die we met z'n allen nu spreken. Het is gewoon, I don't know. Ik vind het gewoon heel interessant om te zien, maar om je antwoord, om je vraag te beantwoorden, fuck no. Nee, ik ben nu... Ik voel me een beetje als toen Charlie Chaplin, zeg maar, The Great Dictator maakte, wat een soort van anti-Hitler ding. Hij was way ahead of the game met dat. En hij bracht die film uit en hij zei, als de Tramp, zijn character met de bolhoed, en hij zei van, ja, als deze Tramp gaat praten, want hij was altijd een silent character, zoals Lauren Hardy en zo. Als deze Tramp gaat praten, he's gonna die. It's gonna be the death of him. But if he's gonna die, he's gonna say something that I believe in. En zo benader ik nu eigenlijk al mijn shit. Dus ik heb op mijn harde schijf en in de studio, heb ik denk ik wel 25 songs, die veel meer radiovriendelijk, die veel meer waar iedereen gewoon gelijk op kan viben. En wat ik nu uitbreng is veel meer specifiek. Maar ik vind het veel belangrijker dat ik mijn eigen kanaal helder heb. En dat wie daarbij aanhaakt zegt, oké, cool. Maar kan dat dan ook komen doordat je toch misschien ergens in je achterhoofd denkt, ah, ze verwachten dit, dan doe ik juist dat. Ja, dat soort keuzes en dat soort denken heb ik ook. Ik heb het hele spectrum gehad. Ik heb het allemaal bedacht. Want uiteindelijk ben je just a guy alone in a room. Met twee speakers en gewoon wat keys voor je en a dream. Dus ja, daar zit heel veel projectie in. Maar een van de dingen die ik heel erg heb mogen onderzoeken, doordat ik gezondheidsissues had en allemaal tijd heb moeten spenderen aan hoe blijf ik helder en niet alleen helder, hoe blijf ik dienstbaar? Een van de dingen die ik ben verloren doordat ik niet kon optreden meer, en ik moest dealen met de chronische Lyme, voor zij die dat niet weten, heb ik 5 jaar zo moeten bestrijden. Daardoor heb ik gewoon stil moeten staan en uitvogelen van oké, wat is nou belangrijk? En ik denk dat ik weet nu, en daarom is mij veel minder te verkopen nu. Je kan mij veel minder iets verkopen
van als daar is een pot met goud als je dit doet. Omdat ik weet dat alleen als we in onze purpose staan, als we in onze van oké, hier ben ik precies op mijn radiostation bezig, alleen van daaruit schakelen we waar we naar door moeten schakelen in het leven. En het ding is met entertainment en glitz en aandacht en mensen marketing. Die gaan stotteren als ze je zien, ja. En andere mensen zeggen, ik heb dat hele spectrum gehad. Maar ook al een hele tijd terug. Ik bedoel, ik wist al op mijn 25e toen BN'erschap zo aanklopte van, dit is eigenlijk niet per se altijd heel nice. Want als mensen niet de context weten, zeg maar mensen die dit checken en jou checken, denken oké, deze boy is on this. Dat is heel helder. Maar zeg maar zeker in, weet ik wel, 2006 zo, hebben we tot die ene rapper? Denk ik, bitch, ik ben niet dit aan het doen zodat jij dit naar mij kan brullen. Zo'n broer, ik ben niet aan het doen, jij bent toch... Want de implicatie is dat ik wil heel graag de aandacht. Nee, ik wil alleen maar connecten stellen. Met zij die dat... Maar hoe had je liever dat die mensen je toen benaderden? Nou ja, ik ben toch jaren niet op tv. Ik heb die keuze gemaakt. Ik zei, oké. Y'all can keep that. Yeah. Want wat er nu... Ik ben in een heel mooie plek nu. Altijd al geweest met wat ik doe. De mensen die op mij afkomen zijn erin het. Uh-huh. Ik ben voor hun mijn dagboek aan het delen. Uh-huh. Dat is cool. Dat is mij zoveel waard. En I'll build from there. Want ik heb altijd... Ik heb in 30 landen getoerd. Ik heb over de hele wereld getoerd. Maar dat begon met gewoon... Scandinavië en Duitsland in een soort van van met een contrabas zo in je nek, trying to make a dream happen voor veel te weinig geld. En ik heb ook een aantal van die gigs. Dan heb je een tour van 20 data. En dan zijn er 3 data die zijn bedacht to keep the tour going. Yeah. Dus dan sta je in Hunten Groenten spot voor fucking 3 people and a donkey een show te doen. Maar ik kan je garanderen dat ik die show deed alsof ik in een fucking arena stond. Dat is dope. En ik denk dat is waarom met het lijn, met de tijd, en ik ben lang weg geweest. De reden dat ik me niet span is omdat, word ik straatmuzikant. Zeg maar, ik heb daarin nu specifiek... Je komt me nu echt tegen op een moment dat ik denk, dit is... Ik ga daarin niet... Daarin hoef ik niet mijn design te veranderen. Want ik vind het ook leuk om andere dingen te ontwikkelen. Andere dingen, en dat kan ik ook doen voor mensen. Hey, maar wat de line betreft, in hoeverre ben je nu weer qua energie de oude? Nou, nu ben ik fucking brak. Nou, er is niks van te merken. dit is mij brak, zeg maar. En ik ben brak omdat ik ben veel aan het doen. Ik vind het belangrijk dat als er muziek wordt gemaakt, als wat er ook wordt gemaakt, the money should stay with the players. Ik vind dat als jij die taart aan het bakken bent, dan moet jij equity hebben in die taart. Niet een of andere tussenschakel die zegt... En I'm the only one selling what I'm selling. Er zijn niet a bunch of Pete Phillies, it's just me out here. Dus ik moet wel mijn eigen token bouwen. Dus ik ben moe van dat ik die hele... Het is het equivalent van, je wil joggen, maar je moet nog het asfalt gaan leggen. Ja. Snap je? Maar ik heb het asfalt gelegd. En daar qua energie, in vergelijking met voorheen, hoeveel procent zit je nu? Ben je weer helemaal de oude? Ik heb lijm gehad vanaf mijn 13e. Ik heb er 20 jaar mee rondgelopen zodat ik het wist. Dus ik deed Aziatische tours met longontstekingen. En in Amerika liep ik 2 maanden met een soort van dikke kaak, omdat ik een kakelsteek. Dat was allemaal domme shit de hele tijd gaande. En ik had toen ook wel energie, maar het was veel minder te kanaliseren. Want het was afhankelijk van whatever lime. En ik wist niet dat ik het had. Aan het doen was met me die dag. Dus soms was ik heel hoog. Dus ik was veel meer manisch dan nu. Ik ben nu iets meer centered of zo. Dus ik kijk ook heel erg uit naar deze show ook om te doen. En de shows die daarop volgen. Omdat het is nu veel meer... Er zit geen ruis in mm-hmm. wat ik doe nu of zo. Dus ik ben, Maar heb je daardoor ook, doordat je toen een tijd lang weinig energie had en niet kon doen wat je wilde... ook duidelijk geschrapt, oké, dit soort dingen ga ik dus niet meer doen. Daar ga ik mijn energie niet meer aan besteden. Nou, het is moeilijk om op dat punt te doen. Want als alles je vermoeit, heb je geen perspectief. Eigenlijk het ding waar ik het meest voor heb moeten vechten in mijn leven de afgelopen 10 jaar, is perspectief. Hoe zie je jezelf helder? Hoe zie je andere mensen om je heen helder? Hoe zorg je ervoor dat jouw projecties niet van iemand iets maken wat die persoon helemaal niet is? Dat is heel veel werk. Dat is het meeste werk. Want... Oké, ik ben ik doe meerdere dingen, maar in principe ben ik een schrijver. Right? Ik schrijf mijn werk. Mijn werk is voornamelijk schrijven en performen. Als schrijver neem je dus, je exploiteert je gedachtes. Dat betekent dat ik mijn gedachtes heel serieus neem. Maar niemand moet zijn fucking gedachten serieus nemen. Want die dingen die komen, die gaan. En je denkt, ik moet over de was ophangen. En trouwens, Karel zei toen nog die shit tegen mij. Man, fuck die guy. Je hebt allemaal dingen in je hoofd. Je moet het niet... Je kan het niet zitten. Je moet. Right? En maar omdat je anders misschien in een soort van depressieve spiraal kan komen. Nou, het kutte is dat al onze gedachten zijn reacties. Het is een reactie op iets. Dus je bent niet.
Dus en de reactie zit hem in dat je er een verhaal aan vasthangt. Dus wij hebben deze podcast en het is gewoon gezellig. En jij zegt iets en je hebt het gewoon, weet ik veel, over in het oosten wonen, whatever. En ik denk, ja, over oosten wonen, ik vind het westen niet tof. Ik verzin zo'n verhaal. Ik loop rond met zo'n goddamn fucking verhaal, maar misschien heb ik gewoon pijn in mijn knie. Maar ik heb besloten to turn it into a fucking story. En zeg maar, dat dissociëren heb ik moeten leren. Omdat toen ik Lyme ging bestrijden, was ik 1,5 jaar lag ik op bed met de ergste hangover. Want het laat allemaal toxines vrij als je deze bacterie bestrijdt. Dus ik voelde me 1,5 jaar van helemaal kloten. Dus ik moest gewoon zeggen, oké, you're just a rockstar having a bad day, bro. You're just a rockstar having a bad day. Like, coaching myself. En ook zeggen, het is net, stel je voor, je hebt diarree en het stopt nooit. Oh, papa, you're no longer involved with the diarree. Je denkt gewoon, this is me. Right? Yeah. Nou, dat is, en dat heeft me heel erg leren te relativeren. Dus dat idee van, ik doe bepaalde dingen niet meer. Ik wil vooral dienstbaar zijn. Ik wil dat als iemand mij ontmoet, of dat als ik ergens ben, ook hier, hoop ik dat mijn aanwezigheid dit beter maakt. En dat is altijd mijn intentie. En als ik ook het gevoel heb dat ik dat niet kan doen, ben ik nu iets scherper in dan er niet in mengen. Want soms heb je het gevoel, ja, je moet dit doen. Maar niet als je niet, als je gewoon, dit is allemaal clichés, maar als je gewoon je hart volgt, dan you good. Ik geloof daar echt in, you ik good. Ik geloof er ook in. Alles wat ik heb is omdat ik mijn hart heb gevolgd. Ja. Dus dat. Ik weet niet eens waar we het over hadden. Ik ga gelijk op een fucking preacher. Nee, ja, ik blijf nog heel even bij, want nou ja, je gaat je hart volgen. Je hebt een nieuwe show op de agenda staan. Yes. Je vertelde net dat wat lastig was, dat mensen bepaalde verwachtingen van je hadden, terwijl jij misschien iets anders wilde maken. Maar dan is nu leuk dat je mede dankzij social media meer dan ooit jezelf helemaal opnieuw kan branden. Ja, ja, absoluut. En hoe ga je daarmee te werk? Ga je bijvoorbeeld bewust anders kleden? Dat denk ik niet. Nou, oké, dat is interessant. Kleding is een, als je oude foto's ziet van Piet Willem Quizzet, geen van ons zagen er dope uit. Het zag er de fok niet uit. Het was echt zo'n haggerty uit. Nee, ook, trust me, okay. Ook toen niet. Het was echt zo'n, ik bedoel, het was oké, maar het was niet vibes of zo, weet je wel. En ik heb heel lang heb ik gedacht, weet je wat, ik heb ook geen tatoeages, ik heb al die dingen niet. En ik zie er, weet ik veel, uit als een accountant of een fucking grafisch vormgever right now. Not a threat. En dan het podium op en dan fucking het universum in tweeën splijt in die bitch. Dat was mijn move. Ik dacht, je ziet gewoon zo, hi guys, en dan gewoon murder. Wolf in schaapskleren. Ja, maar er is in mij een verlangen om mij veel meer expressief te kleden, veel meer dingen te doen. Alleen ik weet ook, net als met sneakers. Als ik bijvoorbeeld nu zeg, oké, weet je, eigenlijk nu, bijvoorbeeld Essex, ik vind Essex echt de shit. Zeker die gel uit. Ja, ik vind het echt, dat is super dope. Dus als ik erin ga, ik doe dingen niet half-assed. Dus dan zit ik er zo helemaal in. En dat heb ik dus ook met kleding. Dus nu ben ik een beetje zo van, oké, met kleding. Maar in mijn hoofd heb ik all types of shit, maar ik ken mezelf gewoon. Het is hetzelfde. Ik heb iets van 2,5 jaar stand-up comedy gedaan. Ik moest dat doen en ik vond het ook fijn om te doen. En dat is ook een goed kanaal voor mij. En toen ben ik ermee gestopt. Ik dacht, ja, this is gonna take over my life. En dan is er geen en als in je verliest jezelf dan een beetje in de tijd die je erin steekt. Ja, ja, dat is gewoon, dat is, weet je, ik denk dat ik, dat is ook waarom ik geen tatoeages heb. Denk je dat ik dan één er heb? Nee, dan ben ik gewoon de lizard man 1,5 jaar later. Maar toch, nu, weet je, nu je zit, ik heb je er vorig jaar al een keer over gesproken. Je laatste artwork, ja, dat vind ik echt schitterend, man. Ah, dankjewel. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Er is een boy die heet Leroy, maar je schrijft van als, ja, van drie, ja, en dat is, maar je schrijft als Le Roi, wat ik heel mooi vind, van de koning. En die is, daar ben ik een paar maanden bij terechtgekomen en die doet heel veel covers voor mensen en die heeft samen met Waita, die dan Team Waita, ding ding ding, even reclame maken voor de homegirl. een soort van dat concept een beetje richting geven. En ook voor dit nu wat eruit komt, heeft hij dat ook gedaan. Maar dat is weer een andere richting. Het is weer iets anders. Het is ook namelijk, wat ik nu doe, is veel meer, het is veel minder geproduceerd. Het is super ademend en rommelig. En de songstructuur is whatever. En het is niet, het is alleen als je echt zin hebt om iets te horen wat je gewoon nog niet hebt gehoord. Ik heb het gevoel over dit, dat dit het, dat alleen ik dit had kunnen maken. En dat is maar als je dat gemaakt hebt, zie je dan meteen voor je, het artwork moet een beetje deze stijl zijn, of kledingtechnisch zou ik er zo uit willen zien? Of? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat als je zeg maar, bijvoorbeeld, dit zijn een beetje clichés, maar ik geloof dat bij organische sounds horen aardetonen, weet je wel? Bij iets wat meer soort van in het digitale spectrum en een beetje echt hard beukt en bromt aan de onderkant, denk je dat fellere kleuren. Ik denk dat er is,
in de global consciousness is er ook een taal die we met z'n allen spreken met dat. Waar we net het over hadden, met over die Agassi outfits en dat soort dingen. Dus, maar ik weet ook dat ik gewoon... Dit is mijn eerste officiële like project in 8 jaar of zo. So what the fuck do I know? Laat zei iemand tegen mij van... ja, wat vind je van deze young boy? Ik vind niks van deze young boy. En deze young boy vindt ook niks van mij. En that's fine. Iemand, een artiest van 15 ain't supposed to give a fuck about me. And I don't give a fuck about them either. En dat is niet hateration, maar dat is gewoon generation. Wat ik interessant vind aan hiphop... Okay, dus hiphop heeft ons allemaal gevormd, right? Ja. Hiphop is het enige fucking genre ooit dat een jongere genre is en dat dan 40, 50 jaar lang blijft. Dus de jongeren worden vervangen elke 5 jaar. Maar it stays youth culture. Niks anders heeft dat gedaan. Niet klassiek, niet jazz, niet reggae, niet dub, niet drum and bass, niet dubstep. Maar zo zou je natuurlijk wel kunnen zeggen, klassieke muziek blijven altijd oude lullen. Ja, maar oude lullen gaan dood. Ja, maar dan komen er weer nieuwe oude lullen. Ja, dat is wel waar. Ik heb een app op mijn phone en dat is alleen de maar... De oude lullen app. Dat is de oude lullen app, die heet Polyphony. Ik denk wel dat het aan het veranderen is. Want het is, hiphop is in essentie wel een young man's game, denk ik. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een Jay-Z, die toch heel erg goed altijd met zijn tijd meegaat. Ik vond 444 vind ik misschien wel een van zijn beste albums. Omdat hij ook op een hele andere level aan het spitten was. Ook over... hij ging veel meer naar wie hij op dat moment was en de dingen die hij meemaakte. Maar voor mij, I'm gonna let you finish. Ja, maar als je ook... Kijk nu naar Gangsta, weet je, bijvoorbeeld. DJ Premier met Guru, die dan samen met J. Cole weer een... en iedereen, weet je, heeft daar gewoon liefde voor. En ik vind het jammer. Ik vind het jammer dat hiphop zon... En ik hoop echt dat daar... Kijk bijvoorbeeld naar Little Brother... die ook ik ken alleen naar Big Brother. Maar ik hou gewoon heel erg van het grown man's rap, om het zo maar te noemen. Ja, maar dat is ook, en dat mag er ook zijn. Ik bedoel, er zijn allerlei rockbands die mogen gewoon 60, 70, 80 jaar worden. Ja, ja. En de audience groeit mee. Dus alleen in hiphop, en ik schrik er ook van. Ik bedoel, ik voel me jong. Ik voel me nu lekkerder dan toen ik 20 was. Ik was doodziek toen ik was. Ja. Dus ik voel me fucking nice. En er zijn ook 20-jarigen die mij er niet uit gaan rennen. It's not gonna happen. Dus, maar ik ben cool met het feit dat ik kom uit de tijd van cassette tapes. En dat ik kom uit de tijd dat ik niet alle deze never ending Niagara Falls van een datadump die we elke dag via onze phones en zo binnenkrijgen. Dat ik dat niet kan processen als iemand van 12. Ik ben cool met dat. Weet maar is er iets wat de jeugd, de hedendaagse jeugd draagt, waarvan je denkt, dat begrijp ik niet? Wat ze dragen ook niet begrijpen. Nee, want ze zijn aan het dragen wat ik 20 jaar geleden ook droeg. 15 jaar. Ze zijn allemaal die 90's in het dragen. Ik denk, oh ja, zo toen ik 15 was, liep ik ook zo bij. Dus ja, maar ik denk ook dat die kids gewoon tegenwoordig heel anders... wij werden helemaal niet zo... Ik heb nooit zo gevoeld als dat merken het heel erg zo op ons gemunt hadden, zoals nu. Oh, weet je wel, ik weet niet, de marketing was full blast in de 90's, man. Wat was je? Was je gabber? Je moest iets kiezen. Wat ik net ook zei, droeg kleding die niet voor mij bedoeld was. Als wij dan een Tommy Hilfiger of een Helly Hansen of zo. Nou, Tommy was wel voor jullie, hoor. Ja, Tommy op een gegeven moment wel. Die ging natuurlijk Grand Puba. Ja. En toen was het klaar, weet je wel. Toen was het van ons. Maar daarvoor waren toch allemaal merken, voordat je, zeg maar, dat je echt die streetwear merken kreeg, mm-hmm. daarvoor nog. Waren toch allemaal merken die eigenlijk niet voor ons bedoeld waren. Hetzelfde met weet je, sneakers. Ja, als in Helly Hansen was eigenlijk voor zeilers. Ja, ik kan me nog herinneren dat ik een zeilwinkel binnenliep en dat die man me aan zat te kijken. Wat doe je hier? Wat kom je hier doen? Ja. En wat kom ik je kom, doen? Ja, wat kom je doen? Windbreakers te halen, toch? Wat heb je van boot? Weet je wel? Dat weet je, nee, dat was gewoon hiphop toen. Ik kan me nog herinneren dat ik in Rotterdam in Real Hot met Biggie... dat ik gewoon midden in de zomer met de Helly Hansen stond. Zweetparels, weet je wel. Tuurlijk. Maar ja, was gewoon hip-hop toen, toch? Ja, wat was Real Hot toen. Ja, maar ik heb het op Sneakernest met jou over... volgens mij was het met Tim Beumers... over die Helly Hansen jas, die reissue. Die heb ik toen besteld. Hey, wat was die kwaliteit belabberd? Ja, dat was helemaal niet. Ik heb dat ding teruggestuurd. Nee, die OG Helly Hansen jassen... dat is gewoon bijna een duikpak. Echt, ja. Dan kun je gewoon met dit water springen en ja, je kon gewoon Dit was echt eruit. Een goedkope festivalponcho, maar meer was het niet. En maar om terug te gaan naar het ding, ik mis gewoon heel erg originaliteit tegenwoordig. Ik heb daarover nagedacht. Kan ik een theorie slingeren bij sneakerjagers in deze bitch? Tuurlijk. Ja, okay, ik wil één ding zeggen, dat mag je helemaal losgaan.
Maar wat jij zei, zeg maar, over, de, over vroeger en sneakers en zo. Maar ik bedoel, ik weet wel, zoals jongens zoals ons, wij waren sporters, wij waren basketballers. En wij waren wel echt wel onder de indruk van Michael Jordan. En daarom gingen wij Jordans kopen. Ja. En zo zijn wij, zeg maar, sneakers gaan dragen. Want ik weet zeker, als Michael Jordan had gebasketbald, had ik misschien... Nou ja, Michael Jordan gebad. Is natuurlijk... basketbal had natuurlijk... basketbal heeft natuurlijk ook nog een heel erg nauwe connectie met hip-hop wel. Ja. Net zoals het sneakers dat ook heeft. Ja. Dat is een beetje zo'n parallel wat altijd eigenlijk al een eenheid is geweest, weet je wel. Ja. Maar ja, weet je, ik vond toen de hele Agassi gebeuren, vond ik tof. Maar ja, ik heb nooit op Greffel gestaan. Dat is hetzelfde met Ben Johnson, met Huarache, weet je wel. Ik droeg ook heel graag Huarache. Ja. Maar ja, misschien ook omdat in die tijd... Kijk, nu is de reclame zo full force 24/7 overal. In onze tijd veel minder. Dus keken wij naar veelal sporters of popsterren. Ja, maar je was ook buiten. Je was buiten. Kinderen gaan niet meer naar buiten, hè? Nee, dat was eigenlijk de enige buiten, bron die wij hadden. Er was geen tv. En er hing veel meer... Dit staat ook nog in over dat, wat ik zat te denken over dat originaliteit ding. Er hing tot 10, 15, 20 jaar geleden... hing er veel meer... Had identiteit veel meer gewicht. Klopt. Dus ik hoorde een keer een comedian in LA, een jong comedian, 20 jaar, en die zei... Our generation basically is cultural appropriation. Toen dacht ik, oh ja. Want als alle culturen via het net bereikbaar zijn... waar kan je dan nog eigendom vinden in wat van jou is en wat niet? De hele wereld is samen aan het jammen nu. Dus het is een ander soort ding. Dus terugkomen op de ding van originaliteit. Als Gerard Joling een Indianentooi draagt... kan je het hem eigenlijk niet kwalijk nemen. Of ga ik nu te ver? Nee, je gaat niet te ver, vind ik niet. Ik denk dat het niet uitmaakt wat die man draagt. Die originaliteit. Dus zeg maar, dus ik kwam naar Nederland in 86, ik was 6 jaar. En ik kan me nog herinneren dat jaar of een jaar daarna kwam Nederland 3. Wat, een derde kanaal? You kidding me, een derde? Nu volgt iemand gewoon op IG 1500 kanalen. Ja. Dus... Dat ding, dat oldschool hiphop principe van authenticiteit en originaliteit, dat is niet zoals ik het zie, hoe jongere generaties met elkaar communiceren. Ze zeggen, we zitten allemaal met z'n allen op deze beat, toch? Ja. En we zitten allemaal op deze flow. En zo zijn we met z'n allen onderdeel van dit. En terwijl de 90s was zo van, je hebt Gangstar, je hebt Outkast en je hebt NWA, je hebt Sus. En je hebt iedereen had zeg maar zijn eigen spot. Ja, ik zag toen een keer een fragment van, als ik me niet vergis, Redman. En die zei ook dat toen hij dan begon met rappen, dat mensen zeiden van, hé man, je klinkt net als die. En dat hij dus dacht, oké, dan moet ik dus anders klinken. Dus toen waren mensen veel meer met een eigen stemgeluid bezig, dan dat ze nu allemaal op dezelfde wave rijden. Ja, maar het is, ik denk dat het ook, want ik... Af en toe dan ga ik naar mijn zolder en dan heb ik allemaal van die... Maar ik zeg niet per se dat het een beter is dan het andere. Nee. Maar ik denk dat het gewoon anders is. Anders, alles krijgt een andere invulling. En dat is met internet ook... af en toe dan ga ik bij mij op zolder en heb ik allemaal dingen liggen. Ik wil die zolder een keer verzamelen. Zien, dat er zijn. En dan kijk heb ik allemaal zo'n van die bananendozen met oude Source en XXL. En dan ga ik dan in en dan blader ik dat door. En dan zie ik gewoon dat ik gewoon eigenlijk gewoon Instagram in mijn hand heb van de jaren 90. Ja, precies. Met al die gear en reclames. Ja, dat ben ik het mee eens. Snap je? Dat was eigenlijk Instagram. Alleen het lijpe is, om in die vergelijking te blijven. Het is dus nu zo dat voor, jong iemand die dan Instagram opgaat. Of anybody die Instagram opgaat. Dat je dan, dus nu 500 sources. Dus ik denk dat de reden dat heel veel dingen simpeler worden en meer op elkaar lijken... is omdat het moet één ding zijn, wil iemand nog snappen wat het is. Ja. Dus ik merk het ook al, ik bedoel, ik ben er nog met social media niet, ik ben er niet aan het doen wat ik zou willen doen. Dus het is een beetje... Waarom niet? Omdat ik gewoon heel veel andere dingen, ik moest mezelf uit medische schulden trekken. Ik ben zo opkomen tijgeren van mijn really hard place. En wat zou jij op social media willen doen? Nou, ik zou het steadier willen zijn. En gewoon meer, zeg maar, het schrappen. Er is een soort van mystiek ontstaan, omdat mensen mij nooit zien. I'm like the white spotted owl. Never to be seen outside of his natural habitat. Right? Dus ik ben of in de studio, of ik ben in mijn huis. En zo, hey, is dat Pieter? Ik ben gewoon never ergens. En ik ga ook niet vaak naar events. Ik ga vanavond naar een dingetje, maar that's amazing. That never happens. Als wij elkaar zien, is het zo eens. Dat is puur toeval, hè? Dus, er is een soort van... Goddamn, lost my whole train of thought. Want ik moest ineens denken dat we zaten chillen bij dat Tommy-ding, man. Dat was nice. Je was echt lekker aan het draaien, man. Dus ik raakte... Kut is dat, hè? Zit brein, zeg maar zo. Ja, wat je op social media zou willen doen. Ja, op social media. Nou ja, ik bedoel, ik zou meer mijn verhaal willen delen.
zeg maar, ik merk dat er zit heel veel opgekropte liefde, heel veel opgekropt verhaal. Er zit heel veel staf. Want ik heb gewoon heel lang niks gereleased. Ik heb heel lang niet echt dingen gedeeld. En ik heb de ene grootste dan wel traumatische ervaring naar de ander. Voor gewoon het was echt heftig. Vader overleden, de backstabbings, verandering in mijn business, een dodelijke ziekte zien te overkomen, terwijl er nul hulp is. Er is geen enkele hulp voor dat. Dus je bent ineens, heb je duizenden euro's per maand, moet je meer verdienen. En je kan niet werken. Dus de enige reden dat het kan is omdat ik gewoon songs op radio had en sings en zo. En dan nog bij de Skin of My Nuts, weet je wel. En daarom vind ik het ook belangrijk dat ik ook terugkom. Zodat ik voor mensen die zijn altijd gewoon, dit is een beetje een domper bij de sneakerjagers, maar het zijn allemaal mensen van 28 die het krijgen. En die plegen gewoon zelfmoord. Want er is geen hoop. I'll be fucking damned, I'm letting that shit happen on my fucking watch. Maar ik moet wel eerst mijn eigen soort van lemonade stand weer op hebben. En social media is een mooie plek daarvoor. Je kan daar je verhaal vragen. Maar waarom, klinkt heel stom, hè? Maar gewoon, Ik zeg je eerlijk, hè, ik ben, jullie kennen me ook al jaren. Ik ben altijd maar wezen werken. En ik zeg je eerlijk, het heeft mij ook niet goed gedaan. Gewoon niet in relaties en dergelijke en zo, weet je. Mm. Maar ik heb wel de laatste 5 jaar heb ik zoiets van 5 minuten. En met die 5 minuten die jij dan zou doen, als jij zoiets vertelt, ik denk dat het best goed kan doen voor mensen. Ja, daarom. Dus ik wil het doen. Maar als ik wil hij het 5 minuten gewoon iets zou vertellen. Kijk hoeveel passie hij dingen vertelt. Gewoon. Ja. Ik denk dat het best goed kan zijn. Ik wil het ook doen, dus, maar ik wil het steady kunnen doen. De tekorte is, ik ben zo dankbaar, ik kan het niet eens uitleggen. Ik ben zo dankbaar dat anybody is still fucking with me in this business. Mm-hmm. En niet omdat ik geen toffe muziek maak of ik ben niet aardig of zo. Maar voor 10 jaar of zo was het van, hey Piet, wil je spelen in Indonesië? Hey Piet, wil je langskomen bij een podcast? Je krijgt gewoon geen antwoord, want het was op een never ending stapel van waarbij mijn gezondheid terugwinnen het eerste was. Ja. Dus nu, als ik op social media dingen ga doen, wil ik dat het net dat het dezelfde aandacht en liefde en contact maakt als dat mijn muziek en mijn shows dat doen. En dat vind ik ook moeilijk om uit te vogelen, want social media is gemaakt door en kind of voor introverte nerds. En ik ben een extraverte nerd. I'm still a nerd, maar Carlo extrovert. En terwijl, dat gaat heel erg over, als ik een foto maak en ik kijk zo in de lens, dan kan ik deze persoon zijn, right? Ja, en terwijl, ik ben gewoon wat ik ben, altijd wat ik maar ben. Maar doe het dan gewoon, doe het gewoon. Dan kijken we meteen naar de overkant, want ja, daar zit iemand die er alles van weet. Ja. Doe jij helemaal op social media wat je wil? Nou, ik vind het soms wel eens lastig, omdat ik natuurlijk uit een, maar dat is meer denk ik iets van mezelf. Want eigenlijk zit ik natuurlijk ook in een young man's game. Tegenwoordig, het wereldje is natuurlijk een young man's game. En onze hoek is natuurlijk is best wel slecht vertegenwoordigd. Ik vind het wel jammer dat die OG-hoek... Vind je niet dat de young man, dat zijn toch de hardschreeuwers? We hebben allemaal Instagram, maar wij schreeuwen niet. Wij zijn niet degene die, net als de kids zeggen, whack, dit. Dat, maar het is ook gewoon dat het is gewoon hun medium. Ja. Het is hetzelfde als dat onze ouders luisteren naar platen en wij zaten ook... Maar ik kan me best wel voorstellen, want... Piet is natuurlijk artiest. En hij heeft natuurlijk... die creativiteit zit natuurlijk voornamelijk in het schrijven en het muziek maken. En dat is natuurlijk al een hele mooie uiting op zich. En dat zo voor mij... mijn creatieve uiting is natuurlijk dingen zoals Instagram of zo. En ik kan me best wel voorstellen dat jij er niet zo heel erg veel behoefte aan hebt. Omdat jij al die... Je hebt eigenlijk al die... snap wat ik bedoel? Is, ja, wat ik lastig vind en hiermee... Het is eigenlijk slecht voor mijn business wat ik nu zeg. Maar het is gewoon de real... Wat ik zo ongelooflijk vind aan optreden... en waarom ik dat het meest heb gemist in de jaren dat ik aan het dealen was met deze bullshit. Wat zo mooi is aan optreden... als je een optreden geeft en hij is dope... everybody agrees, you can't deny it. Als er goed werk is geleverd, is er goed werk geleverd. Geef je een kutshow, it's always gonna be a kutshow. Ook al zegt een of andere leuke recensent dat het een fantastische show was. Als het nep is, is het it's eerlijk. Het is een eerlijke transactie. Jij koopt een ticket en ik zorg ervoor dat voor 1,5 of 2 uur... jij in harmonie met het universum bent. With the rest of us. En ik dirigeer dat. Ik vond hem dope hoor, dus maak je niet druk. Dus als ik dat, zeg maar, weet je wel, en maar... een selfie posten en dan een x aantal likes hebben. En also, als we het toch over social media hebben... social media is het enige product wat we afnemen en voor werken onbetaald. Dus niks anders waar het is. Als ik zeg maar een sneaker kom halen in de joint... dan betaal ik voor die sneaker, en dan ga ik weg. Ze zeggen niet dan, ja, je moet achterin nog even een paar sneakers maken. Maar here we are, elke dag, oh, je moet een selfie posten. Oh ja, het is over 2 uur. Of 5 uur, of whatever je uur is. Weet je wel, het voelt raar voor mij. Want ik zit in de muziek, dus ik ben al gepimpt het gros van mijn volwassen leven. Dat is wat het is. Ik zit in entertainment.
Dus en dit is de ultimate pimping. Want je bent dus continu content aan het genereren voor een platform that you don't own. Die als ze er zin in hebben, jou eraf halen. En dan ben je je voice kwijt. En zij verdienen geld aan alle data die jij erop genereert. Dit allemaal zodat wij hopelijk op die marktplek een plek kunnen vinden om wat te doen precies. Dus, maar again, ik ben bevooroordeeld daarin. Ik ben oldschool daarin. Ik zat bij een Amerikaans punklabel vinyl en cd's wereldwijd te distribueren en te verkopen en te promoten. En ik kom van een plek ook mentaal waarvan ik hou van het idee en ik mis het ook. Zeg maar, ik wou dat ik gewoon een bakker kon zijn. Gewoon broodjes bakken. Ik bak een broodje voor je, jij eet het, het voedt jou letterlijk. Dat lijkt me heel... Het is gewoon heel simpel. Het is heel simpel, ja, en het, maar het is ook heel... En het is eerlijk ook. Terwijl, ja, we weten allemaal, er zijn mensen met niet bijster veel talent, die zijn huge. En er zijn ontzettend getalenteerde mensen die zijn, die niemand weet van hun bestaan. En dat heeft met allerlei andere dingen te maken. Ja, dat en social media draagt alleen nog maar meer bij aan dat manipulatie, de enige taal is die we nog met elkaar spreken. Als ik daar goed, één ding aan toe mag voegen, dat is dat met likes en zo, dat is totaal niet mijn motief geweest, eigenlijk nooit geweest. Het is puur een plek voor mij waar ik mijn zeg maar uit. Maar ik vind het gewoon heel prettig om in een community te zitten. Om met gelijkgezinden te zijn en bezig te zijn met iets wat je leuk bezig vindt. Te zijn met iets wat ik leuk vind. En dat is eigenlijk voor mij motief genoeg. Maar en waardoor denk je dat jouw account zo gegroeid is? Want hoeveel volgers heb je? Ja, er zitten om de 15.000 ongeveer. Dus valt nog maar mee. En hoe is dat zo gekomen? Ja, eigenlijk heel mondjesmaat. Mondjesmaat, heel natuurlijk. En ik denk gewoon doordat ik in een hoek ben gaan zitten... die gewoon best wel slecht vertegenwoordigd is. Maar heb je daar dan bewust over nagedacht om in die hoek te gaan? Had dat ook iets anders kunnen zijn? Ik denk dat dat in eerste instantie meer door anderen kwam. Door reactie wat ik daarop kreeg. Dingen die ik dan post of zo. En dan komt er een bepaalde reactie op. En als je daar... Je wekt een bepaalde enthousiasme op. En als je dat proeft bij anderen... Dan ga je daar dan ga je dat alleen maar voeden. Omdat je dat gewoon heel prettig vindt. En dan wordt iets wat gewoon steeds groter. En het wordt gewoon steeds serieuzer. En dat vind ik soms wel eens lastig. Als we dan terug moeten gaan op influencer. Ik denk dat het heel moeilijk is dat als passie en iets monetizen, dat dat heel best wel een gevaarlijke... Er zit een dunne lijn tussen. Er zit een hele dunne lijn tussen. Zeker. En die kan best wel eens heel voor heel veel mensen heel gevaarlijk zijn. En omdat je dan... geld kan toch... je over een bepaalde grens heen gaan trekken die je waarbij je jezelf gaat verliezen door en daar ben ik altijd een beetje huiverig voor als ik dat dan zie dat mensen dan hun volledige carrière beelden op Instagram. Is het jou een keer gebeurd dat je iets gedaan had dat je achteraf dacht oeh dat had ik beter niet kunnen doen? Vooral in het begin als je dan gevraagd wordt op bepaalde merken en als je het wereldje nog niet helemaal kent. Dan ben je wel eens bang van, als ik hier dan nee op ga zeggen, van komen ze dan de volgende keer als ze wel iets leuk hebben, wat wel bij me past, komen ze dan wel terug, weet je wel. Maar ik heb eigenlijk altijd wel dingen gedaan die bij me passen. Mm-hmm. En ik heb ook heel vaak dingen gewoon, ook van grote merken, dingen gezegd, van, ja, dat doe ik gewoon niet. Dat past niet bij me. En dan hebben jullie niks aan me, want dan heeft mijn publiek ook niks aan me. Wat is jouw publiek echt? Je wil echt de oudere generatie. Ik heb niet... Ik zie het eigenlijk meer... Mijn insteek is gewoon mijn eigen creatieve uiting. Sorry, en ik moet lachen omdat hij benadert je alsof je een guy bent van 92. Dus ben je alleen bejaarden aan het... Is dat je target audience? Ik ben het niet met je eens. Kijk, weet je het is? Ik heb het ook heel vaak met de eigenaar van Sneakerjagers over gehad. Er is gewoon een tweesplitsing nu. Er is gewoon een jongere generatie en er is een oudere generatie. En ik heb ook wel heel vaak van YouTube, je moet er niet zeuren, dit, dat. We zeuren niet. Het is gewoon een feit dat het zo is, weet je. En ik bedoel van, als hij een schoen post, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, een oude Agassi of zo, die kids snappen het niet. Ja, maar die connectie is ook niet. Maar dat is niet waar, want ik weet dat toen ik 15 was ik deep into Ella Fitzgerald en oude jazz van 50 jaar terug.
En mijn dame had dat ook. En dus het is gewoon... het is juist zo vet dat je iets super specifieks kan doen. En het vindt ze peoples. Want onze markt is 7,5 miljard mensen. Jawel, jawel, jawel. Maar geloof mij. Als hij een Jeezy post of een of andere Off-White of Jordan 1... Dan gaan er veel meer mensen reageren. Ah, ja, dat okay. bedoel ik in ja, die zin. Okay, okay, ja, oké. Fair enough. En hij is bezig met zeg maar een soort van opleiding... vind ik, zo zie ik het. Want ja, hij leidt mensen op. Hij educates laat van, zien, hey, dit komt daar vandaan. Juist, ja. Weet je. Ja. Die OG, wat ik wel moet zeggen, die OG-hoek is wel heel scherp. Ik merk wel dat je daar... je wordt wel gelijk op je... De oude mannen haten meer. Ja. En er wordt heel erg op je gelet. En daar heb ik... Nee, maar dat is gewoon zo. Nee. Piet Willy is even een nieuw flesje water halen. Hij was opeens weg, dus daarom moet ik lachen. Ja. Sorry. Stel je voor, we waren live. Maar jullie hebben... Weet je wat, deel jij het water uit? Want er zijn nog een paar dingen die ik wil bespreken die ik moet zeggen. Ja, en het is gewoon bloedheet aan deze lampen. Man. Zo is dat. Ja. Even een kleine time-out. Want voor de mensen die zitten te kijken of te luisteren. Ja. Belangrijk, vergeet je niet te abonneren op deze podcast... Dan blijf je op de hoogte. Laat een comment achter. Vinden we leuk. Daar doen we ook echt wat mee. Zo zijn er bijvoorbeeld namen achtergelaten van mensen die ook echt daadwerkelijk in de podcast langs gaan komen. Dus dat is leuk. Yep. Ik kreeg net nog live in mijn oortje binnen. Wat voor schoen heb je aan? Nonski. MX1 VT Facetta. Nice. Het is slecht weer en de beest. Zwart met groen, gumsel. Ja, er komt geen regen doorheen. Dus ja. Nee. Dat een goede keuze. Ik wil het met jullie nog over twee dingen hebben die ik echt heel tof vind, die we even moeten bespreken. Oké. Ik begin bij jou. En waarschijnlijk denk je, oh god, ik heb dit al echt 1000 keer verteld, maar het moet even. Okay. Je hebt ooit in het voorprogramma gestaan van Kanye. Ik heb een aantal keer in het voorprogramma. Ik heb in Duitsland het 1 of 2 keer gedaan en in België 1 keer. En dan inderdaad, toen heb ik met Talib Kweli in zijn show mee. Dus. En welke tour of album was dat? Verschillende. Dus ik heb zowel volgens mij College Dropout inderdaad gedaan toen. Ja. Toen wat daarna kwam. Graduation. Inderdaad. En ik ben ook nog bij die Dark Lights of die tour dat alles in het donker was op het scherm. Dat was wel grappig. Dat was een show in Hamburg. En het was 1 show, dus we hoefden niet hotels te fixen. We konden gewoon. En Hamburg is relatief dichtbij. Dus wij gingen zo in het bussen. Ruim op tijd. Toen hebben we fucking 11 uur erover gedaan om in Hamburg te komen. Want er was soort van overal was er traffic stuff. Dus toen kwamen we op. Was helemaal opgefokt. Geen geluid. Soort van dingen aandoen en gewoon gaan. Want we kwamen letterlijk een kwartier van tevoren kwamen eraan. Dus dus ik kan niet heel veel zeggen over hoe die show was. Maar hoe werkt dat? Krijg je een soort van ontmoeting met Kanye of zie je hem helemaal niet? Ik heb Kanye alleen even gesproken in België. Dus dat was, hoe heette dat ding ook alweer? Sportpaleis? Nee, het was kleiner. Hij was kleiner toen nog. Het was toen een leukere venue ook. Hoe heet die? Ik heb wel eens. Hoe heet het ding in Brussel? De AB. De AB, dat was het. Dat was een AB. Ja, I don't know. Kijk, het ding is. Ik was Kanye voordat er een Kanye was. In de zin van veel te veel ego. Veel te veel verlangen. Het is wel goed dat je dat zegt. Veel te veel. Ja, maar dat is de drive. Kijk, mensen vergeten. Kijk, zeker toen. Mensen in Nederland schrokken heel erg van me. Want ze dachten... Doe eens even rustig. Doe eens even kalm. Maar wat mensen vergeten is hiphop... Tegen mij zegt ze altijd, doe eens wat drukker. Oh, is het zo? Ja. Nou, ik bedoel, ja. Ik kan me ook voorstellen dat mensen jou veel schappelijker vonden dan ik. Dus dat is fijn. Maar kijk, hiphop is een motivational speaking tape op een beat. En het is, you don't get to decide what I am. Je kan me allerlei dingen noemen, de N-word, de kut Marokkaan, je kan alles op me gooien, maar you don't get to decide that. A matter of fact, niet alleen ben ik dat niet, ik run deze shit. En dat is hoe vanuit hiphop, vanuit niks, er nu imperiums zijn. Mm. En dus dat stukje projectie in wat je besluit te schrijven, dat hoort erbij. Maar die attitude erbij, ja, in 98 begreep niemand waarom ik niet aardiger was. En ze zagen het ook als onaardig. Maar ik zag het gewoon als friendly competition. Ik vind het heel leuk. Vragen, maar wat zei Kanye toen je zo bij de hand deed? Dat vraag ik me nu af. Oh, deed je bij de hand? Nee, we waren gewoon aan van babbelen. Het was heel kort. We hadden het ook niet echt... Okay.
ergens over. Maar dacht je dan ook nog van, hey, ik ben ook artiest, ik ga niet laten zien dat ik onder de indruk ben. Maar ik was niet onder de indruk van Kanye. Ik ben nog steeds niet onder de indruk van Kanye. Nee, genuinely niet. Amen. Hij was heel veel van dezelfde... Mijn Open Loops project in 2010 kwam 5 dagen voor de zijne uit. Good Fridays ging ik doen. En mijn project was doper. Was dat met Daniel J. Ashes? Met Daniel J. Ashes, ja, op beeld, top, inderdaad. Ja. Ja, het was gewoon doper. En het heeft ook Communication Awards gewonnen, omdat het ging over sharen en gebruiken van, mm-hmm, van het canvas dat het internet heet. Dus nee. Kanye is gewoon... Kijk, hij zit gewoon daar waar de luidspreker luider is. Maar I'll battle him any day. I'll battle him any day. Anybody ook. Trouwens, ook gaan mensen bellen, hier. Gaan bellen. Ja, want en het ding is, weet je, Jiggy J zei hier een keer iets heel leuks over. Hij zei, een keer gaf hij een lezing ergens en zei hij, ja, toen ik dit dus maakte, dacht ik dat ik echt de allerbeste was. Maar toen, een jaar later, hoor ik wat ik dan had gedaan, dacht ik, toen was ik helemaal niet de allerbeste. Maar nu ben ik de allerbeste. En toen 2 jaar daarna hoorde ik het weer terug, dacht ik, ik was echt helemaal... Maar nu ben ik wel de allerbeste. Dus gegroeid bent. Ja, maar hij heeft altijd gedacht dat hij de allerbeste was, ook toen hij dat niet was. En ik denk dat is de schoonheid van hiphop. Zeg maar, ik vind mijn kanaal en wat ik doe puur en prachtig. En het gaat er niet om of iemand het gelooft. Het gaat erom dat als je mij een lie detector test geeft, aan mijn pass. Ik geloof die shit. En dat is wat hiphop ons leert. Wij bestaan hier bij de gratie van dat. Weet je wel? Dus ik heb Kanye heel veel ontmoet. Ik heb ook nog een keer trouwens samen met Pharrell, toen waren we genomineerd voor een European MTV Award. En dat was toen in Kopenhagen, geloof ik. En het was dat jaar dat het All About Justin Timberlake was. En hij was het ook aan het presenteren. Maar mensen worden zo gestoord van Room. It's not really a thing, jongens. Volgens mij was dat 2006. Dat zou kunnen. 2006, 2007, somewhere daar inderdaad. Dus we zijn zo... Precies. Nee, het was die daarna. Het was die aanbrengen en sexy bij. Dus wij zitten daar zo backstage. Dus je hebt CeeLo die langsloopt. Wij stonden op de rode loper. Snoop Dogg stond voor ons. En van onze Scandinavische artiest stond achter ons. En Snoop Dogg is lang en groot. En ik snap dat hij een ster is. Ik bedoel, ik was altijd al fan. Maar je kan niet om hem heen, zeg maar. En, maar dus we waren backstage. Er zijn allemaal artiesten daar. En wij dus ook. En op een bepaald zijn Kanye en Pharrell gewoon een gesprek aan het voeren. En gewoon binnen no time, met allemaal randos die dan ook achter mogen zijn. En die zijn dan achter. Gaan dan in een cirkel staren naar hoe twee boys aan het babbelen zijn. Ja, nou, ja, ze volgen er niet op, maar het is gewoon... I don't know, voor mij is het armoede. Ja. Maar dat komt omdat ik besta... Mijn missie in het leven is contact. Ik wil gewoon contact. Alles wat er... Ik vond toen ik Room kreeg, dat die er ontstaat, super irritant. Kan dat niet meer. Ja, Room zit in de weg. Heel veel mensen zeiden dat toen ik zeg maar Room had en ik was, weet je, op tv en ik was op radio en ik was over de wereld aan het spelen en zo. Er zeiden mensen van, ja, ik ben beroemd. Word jij dan anders? En fokt dat met je ego? Ja, het fokt met de ego, maar vooral anderen. I'm still just this guy. Mm-hmm. Ik bedoel, ik ben gruwelijk op 1 of 2 vlakken in mijn leven en voor de rest, I barely function as a human being. Het is een balans. Ik ben niet beter, ik ben niet minder. Jij kan dingen die ik nooit zou kunnen en vice versa. It's equal in that sense. Right? Dus ik heb dat niet. Maar je hebt mensen die staan dan voor je zo. Omdat ze jou zien, denk ik, dat is niet nodig. Of Piet denkt echt dat hij heel wat is. Ook niet nodig. Hou die projecties bij jezelf. En geef jezelf de kans om iemand te ontmoeten that just wants shit to be dope. Stop. Ja. Dit is het einde juist. Het wordt een hele grote tegel, maar dit moet op een tegel. Verder. Tommy Trigger. Room kan mooie dingen brengen. Ik schaar het maar even onder Room. Want vertel even, waar ben jij vandaag geweest? Door wie je bent en je account. Bij StockX. Ik mocht een rondleiding in de operatie. En facility. Waar was dat? In Eindhoven. En... ja, ik vond het wel indrukwekkend. Ik had het niet zo indrukwekkend verwacht. Maar allereerst, hoe kwam die uitnodiging bij jou? Hoe ging dat? Ik ken Derek goed. En Derek, ik ben zijn naam even kwijt. Wie is Derek? Hij werkt voor de London chapter. Ja? Nee, volgens mij is hij zelfs Europese... jij kent hem wel, Non, toch? Van gezicht. Van gezicht. Hij wilde mijn maatje zijn, maar... Hij is wel een Chinese boy. Ik hem net aan. Ja, van gezicht. Ja. Ik weet niet welk gezicht, maar het was niet van gezicht. We hebben een hele toevallige connectie met elkaar, tot mijn vriendin. Die, wat ik net al vertelde, die heeft een jaar in Australië gezeten. Jaren terug. En die heeft daar een dame ontmoet. Dat is vriendin geworden. En die komt uit Canada. Uit een hele middle of nowhere town. En zij is dus samen met Derek opgegroeid. En ik kende dus... Ik
ik ben Derek dus tegengekomen. En toen kwam ik daar dus achter. En dus die connectie hebben we hadden, zeg maar, met de sneakers die connectie. Maar ook aan die kant nog ja, die connectie. Ja, ja. En ik heb met hem ook in een panel gezeten bij Sneakiness. En ja, wij wisselen wel eens wat dingen uit. En hun wilden natuurlijk hier ook voet aan de grond zetten in Nederland. Dus ja, daar hebben we ook wel wat ideeën over uitgewisseld. En zodoende is die connectie daar ontstaan. En kreeg ik een uitnodiging voor de opening vandaag. Voor in de faciliteit in Eindhoven. Maar en is dat, want je zegt de opening, betekent dat het toegankelijk is voor iedereen? Nee, was ik kwam tot laat binnen daar. De burgemeester was al weg. En het was gewoon een opening voor meer een bedrijfsopening. En het was niet echt een open dag voor iedereen. Want het is ook niet zo, stel je voor, ik heb een paar sneakers liggen dat ik ze daar kan droppen. Nee, het is maar best wel een... Maar gaan ze wel daarheen. Ja, hun noemen Authentication Center noemen ze het. En dat is dus ook wat hun doen. Hun zijn gewoon de bemiddelaar tussen verkoper en koper. En de verkoper stuurt gewoon een paardje op naar hun. Hun kijken of het fake is of niet. Of het allemaal in orde is. Of het ongedragen is. En als het zo is, dan krijgt het groen licht en gaat het dan kopen. En hun pakken gewoon een fee. Precies, maar jij was daar. Hoe was het? Wat voor indruk heeft het? Het is gewoon de grootste dan ik verwacht had. Niet dat ik het... het is best wel een hele grote operatie. En het ziet er gewoon heel erg voor wat het... Want het staat toch best wel in prille... Het is eigenlijk best wel pril begin. Hoe lang zijn ze nog bezig? Nee, ze zijn al lang. Hoe heette het voor? We hadden het laatste wat erover. Het voor StockX hadden ze nog een andere naam. Ja. Ik weet ook niet beter dan dat het echt in één keer als kool gegroeid ja, is. Ja, dat bedoel ik. Het ging dus op een gegeven moment heel snel. En in Nederland zijn ze ook nog maar... Die operatie daar loopt ook nog niet zo lang, een paar maanden. En als ik nu al kijk wat daar staat... En wat de... Natuurlijk, je hebt dan wel over wat dan ook de doelstelling is voor daar. Ja, dan... Soms denk ik wel eens van, het gaat wel wat minder in de sneakers of zo. Maar als ik dan vandaag daar rondloop, denk ik van, wauw. Kan iemand me uitleggen wat StockX is? Nou, StockX is gewoon een online platform. Die biedt gewoon een dienst aan waar ze gewoon als bemiddelaar... tussen de verkoop van, zeg maar, een paar sneakers... en tegenwoordig ook andere dingen, zoals streetwear. Volgens mij zelfs... Rolexen. Ja, sieraden zelf... Waar hun dus gewoon authenticaten, dat wil dus zeggen dat ze kijken of het of de producten legit zijn, dat ze niet fake zijn. En voor die dienst vragen hun gewoon een fee. En dat gaat over dat hele, is dat die hele resellers market waar ze dat voor doen? Of? Ja, in principe, hun zijn eigenlijk zelf, hun zijn niet echt de reseller, hun zijn eigenlijk de middleman. Bemiddelaar, ja. Ja, bemiddelaar. Ja, met hoge fees. Hun bieden zeg maar gewoon het is gewoon echt, als ik dan vandaag daar rondloop, denk ik van ja, dat is echt big business. Maar waarom vond je het, wat was er zo indrukwekkend? Is het een gigantische loods? Het is een gigantische, maar het ziet er allemaal heel gelikt uit. Je ziet dan dat StockX teken, wat natuurlijk best wel indrukwekkend is, dat groene kruis, weet je wel. En het is heel herkenbaar en het wordt best wel nog geheimzinnig gehouden. Ik mocht bijna niks, ik mocht in principe niks, geen foto's maken of filmen. En wat ik snap... Maar zou dat zijn omdat er daar dus zoveel schoenen van hoge waarde in het gebouw zitten? Nou, dat niet, want dat is natuurlijk wel een gegeven die iedereen al weet. Dat als je weet dat daar StockX zit, staan veel waarde aan schoenen. Ik denk dat het meer gaat om de technieken die hun gebruiken om te authenticaten. Dat ze niet zien dat de zwarte markt die daar fakes maken, weten van... Hey, dit is hoe ze checken. Dit is hoe ze checken, weet je wel. Ik heb dus gezien hoe het werkt. Aan zo'n tafel en wat hun allemaal gebruiken. Heb je ook die UV-kamer of zo gezien? Ik hoorde een verhaal over dat ze een soort van UV-kamer hebben. Maar dat was bij mij thuis. Ja. hun werken wel met dat ding. Ik wil niet te veel vertellen, want niet dat ik dadelijk... Ja, maar ik stel nu vragen, dus ik kan gewoon antwoorden geven. Heb je de UV-kamer gezien of niet? Nou, hun hebben... Het is gewoon heel... Ja, die hele... Er staan echt verschillende authenticators, een stuk of 10 authenticators. En die staan allemaal in een bepaalde booth, staan ze dan. StockX erop en hun hebben allemaal hun hebben allemaal hulpmiddelen daarvoor om dan te kijken of iets fake is of niet. Dus ook UV-licht. Ja,
Ik heb dan wel gevraagd, ik mocht wel vragen stellen. En, maar dan gaf ze geen antwoord. Nou ja, ze gaan wel antwoorden. Ik vroeg me dan af van, hoeveel vee komt er dan binnen? Ja. En dat schijnt wel echt minimaal te zijn. En het is dan wel vaak in dezelfde hoek waar de fakes dan zitten. Voornamelijk Yeezy en Off-White dingen. En, maar dat is dus minimaal. En hoe lang duurde die rondleiding? Niet heel lang, want ik kom heel laat binnen. En dus ik kwam al echt binnen dat mensen al dingen aan het opruimen waren. Maar ik kreeg wel gewoon netjes een rondleiding. En, dus, en heb je nog een mooie goodiebag gekregen? Ja, trouwens wel, Wat zat daarin? Er zat een t-shirt in, een lipbalsem. Lekker. Who knows why. Ja. Super belangrijk in metro. Precies. Ja, je moet een mooie agenda. Dus ja, ik vond het al mooi dat ik daar dat ik dat gezien heb, even die operatie. Want dat is toch wel echt een ding nu, zeg maar, in onze wereld. Dat hele StockX-verhaal. Het is bijna gewoon een soort van aandelenbeurs. Mm-hmm. Want ja, als jij wil weten van wat doet de paardje, wat heb ik thuis? Dan gaan de meesten toch als eerste tegenwoordig naar... Wat vroeger eBay was, is het toch nu StockX geworden? Ja, maar ja, ik ben het helemaal eens. Ik moet daar even inschuiven, want we gaan het volgende keer echt nog ongetwijfeld uitgebreid over StockX hebben. Ja. Dit was echt al een bomvolle aflevering. Het was smullig geblazen. Sorry daarvoor. Ik wil jullie allemaal danken voor jullie komst. Ja, jij bedankt voor het luisteren of het kijken. We zitten opeens gezellig samen in de shot, zie ik. Wat leuk. Nou, dan moeten we samen even zwaaien naar de kijker. En tot de volgende aflevering. Bye bye. Hey.